En wellicht heus wel vragen. Dus ik stel voor dat we maar gewoon van start gaan terwijl er verder nog mensen binnenkomen. Mijn naam is Sandra Anzion. Ik zit in het programmateam bij de VNG, het programmateam voor de invoering van de Omgevingswet. En dan zit ik weer in een subteam wat zich met name met VTH bezighoudt. En in het verleden heb ik ook in het team gezeten bij de VNG voor de staalkaarten voor het Omgevingsplan. Ik mag jullie vandaag dus vertellen over milieu in de integrale Omgevingswet. Dat is zo gek dat ik iets over milieu vertel, want ik ben omgevingsjurist, maar ik heb een milieuachtergrond. Ik ben milieukundige. Sandra, vandaar dat ik vanuit het milieuperspectief spreek vandaag. Mijn collega Marijke Dekker, die jullie net ook al even hoorden, collega in het VTH-team, zij zal dadelijk de chat voor mij bewaken en daar vragen uithalen die jullie stellen. Echt leuk om te zien dat er zoveel belangstelling voor is. Ik ga jullie een presentatie geven en daarbij heb ik op een aantal momenten een vragenrondje ingebouwd. Dus ik zou jullie willen vragen, we zijn met veel. Als je een vraag hebt, zet hem in de chat. Marijke bekijkt dat, houdt dat bij. En zij selecteert voor mij bij elk vragenrondje een paar vragen waar we aandacht aan kunnen besteden. En gezien het onderwerp weet ik al dat een uur veel te kort gaat zijn, maar we gaan er toch proberen zoveel mogelijk in. Wat ik ook ontzettend fijn vind, ik heb gezien in de mensen die zich aangemeld hebben en het lijstje wat je in die network app kunt zien, dat we hier zitten met milieu en RO-mensen. En ook nog mensen waarschijnlijk uit andere hoeken. Maar RO bouwen en milieu samen, dat vind ik ontzettend fijn. Want dat is precies ook waar we het over gaan hebben. Hè? Milieu in de Omgevingswet, dan zou je kunnen denken, het gaat alleen over milieu. Maar dat is natuurlijk eigenlijk met niets meer tegenwoordig in de Omgevingswet. Hè? Het is allemaal integraal. Dus we hebben steeds meer met elkaar te maken. En dat is waar we ook precies vanochtend aandacht aan gaan besteden. Dan ga ik nu mijn scherm delen. En als het goed is, zien jullie nu mijn scherm. Hartstikke goed. Ja, het onderwerp van dit uurtje is dus milieu in de integrale omgevingswet. Wat gaan we doen? Ik ga een korte inleiding geven en dan ga ik daarna dat nieuwe begrip milieubelastende activiteit bespreken. Hè, wat is dat nou en welke consequentie heeft het dat we dat nieuwe begrip gaan gebruiken? Daarna ga ik iets zeggen over milieu in het integrale omgevingsplan. En dan hoop ik dat we nog tijd hebben om ook nog even te kijken naar hoe verdelen nou die milieuregels zich over het centrale rijksniveau en het decentrale gemeentelijke niveau. Welke regels in het BAL en welke regels in het omgevingsplan. En dan sluiten we af en ik heb moeten beloven om dat netjes om 12 uur te doen. Omdat er natuurlijk nog een heel programma achteraan komt aan interessante dingen. Dus het is ook zaak inderdaad dat we dat goed proberen te doen. Inleiding. Ja, milieu. Milieu is een veelomvattend onderwerp. Ik zei het al, ik ben begonnen als milieukundige ooit. Dus dat is eigenlijk al heel breed. Hè. Dat gaat over energie, dat gaat over bodem, dat gaat over allerlei activiteiten die effect daarop hebben. Hè. Agrarische activiteiten, industrie, maar ook gewoon alles wat in de stad gebeurt. Gewoon het wonen, hè. Mensen die geluidhinder hebben omdat ze dicht op elkaar wonen. Nou, dat is allemaal milieu. Maar milieu heeft natuurlijk altijd relaties met allerlei andere disciplines. Hè? Met water, hè? Waterrecht en waterspecialisten. Hè? Als er iets vanuit een fabriek een lekkage komt en er loopt iets verontreinigends in het riool of de sloot, dan heb je ook te maken met water. En dus ook met water. Natuur. Nou, het stikstofverhaal kennen we nu allemaal uit de media. Hè? De stikstofuitstoot van een agrarisch bedrijf bijvoorbeeld, dat wordt gereguleerd in een vergunning of algemene regels voor dat agrarische bedrijf. Maar het heeft effect op de natuur. En hè, waarschijnlijk heeft zo'n bedrijf dan ook een natuurvergunning nodig. Gezondheid. Hè? Ook een hele duidelijke relatie met milieu. Hè? Denk bijvoorbeeld aan de fijnstofproblematiek, waarvan we gewoon weten hè, dat we bepaalde concentratie in de lucht hebben, dat die op sommige plekken redelijk hoog is en dat dat een negatief effect op de gezondheid van mensen heeft. Nou, en RO en bouwen, nou, er zijn heel veel relaties tussen milieu en RO en bouwen. Bijvoorbeeld geluidssonering. En dat is een relatie. Ik heb dat probleem nog niet eerder gehad. Ik ga hem gewoon iets dichterbij zetten.
Ja, dan ben je uitstekend te verstaan, maar ik lees in de chat dat het soms wat wegzakt en ik signaleer dat door bewegen. Ja, heel goed. Dankjewel, Marijke. Dan hoop ik dat het nu goed gaat. Dus, milieu. Milieu in de omgevingswet. Daarvoor gaan er twee grote veranderingen komen. En het eerste is een decentralisering van een deel van de milieuregels. Er zijn regels die nu door het Rijk gegeven worden. Maar die straks van de gemeente zijn. Die straks de gemeente in het omgevingsplan gaat zetten. En waar de gemeente dus ook over gaat voortaan. En dat zijn belangrijke milieuthema's. En het tweede is dat een groot deel van het milieurecht nu opgehangen is aan het begrip inrichting. En straks gaat het dan niet meer over inrichtingen, daar praten we niet meer over. Het gaat over de milieubelastende activiteit. Nou, voor de niet-milieumensen in het gezelschap, dat is voor milieumensen zijn dit twee echt grote veranderingen. Waar ze aan moeten wennen, waar we nog op zitten te puzzelen met z'n allen hoe dat allemaal gaat werken. Dus dat zijn grote dingen. Zijn dat de enige twee? Nee, er zijn nog allerlei andere belangrijke veranderingen, hè, zoals inhoudelijke veranderingen op het gebied van bodem en geluid en externe veiligheid. Er zijn wijzigingen in procedures, maar dat zijn dingen waar we het niet vandaag over gaan hebben. We gaan het hebben over die verhouding van rijksregels en met name dat omgevingsplan van de gemeente waar een deel van de milieuregels in terecht gaat komen. En we gaan het hebben over het begrip milieubelastende activiteit. Ik heb een voorbeeldje. Stel, ergens is de Veulenweg en aan die Veulenweg liggen naast elkaar drie bedrijven. Die drie bedrijven houden alle drie 30 paarden. Nou, dan zou je zeggen, dan is dat qua milieuregels, komt dat dus op hetzelfde neer. Hè? Ze hebben een stal en ze hebben mestopslag. Maar het ene bedrijf is een paardenfokkerij. Het tweede bedrijf is een manege. En de derde, dat is eigenlijk een particulier die 30 paarden als hobby heeft. Nou, en dan blijkt dat daar verschillende milieuregels voor gelden. Kijken we naar het huidige recht, dan vallen die eerste twee bedrijven, zijn bedrijven, die vallen onder het activiteitenbesluit. En dan staan in het activiteitenbesluit op dit moment daar de milieuregels voor. Het derde bedrijf is hobbymatig. Dat is in het huidige recht altijd een beetje lastig, want het is geen bedrijf, dus het valt in principe niet onder het begrip inrichting. En dan belanden we al snel in allerlei discussies. Of dit gezien moet worden, daar is heel veel jurisprudentie over, van moeten we dit zien alsof het gedaan wordt in een mate die vergelijkbaar is met bedrijfsmatig. En dan gaan de milieuregels toch weer gelden. Maar dat is het huidige recht. Het nieuwe recht, gaat het voor alle drie anders worden. Want de eerste is de paardenfokkerij. Paarden die gefokt worden, heten in het nieuwe recht landbouwhuisdieren. Daar is het bal op van toepassing. Rijksregels in besluit, activiteiten, leefomgeving. Het tweede bedrijf, dat is een manege. Daar worden paarden gehouden om ze te berijden. Die regels, die staan niet in het bal. Die regels, die staan in het omgevingsplan. Die staan straks, op 1 juli 2022, in die tijdelijke set milieuregels in het omgevingsplan, de bruidschat. Daar staan regels in voor maneges. En het derde, ik zie nu trouwens dat ik het plaatje per ongeluk daar bedrijf heb neergezet. Maar het is dus geen bedrijf. Dat is nog steeds hobby. En daarvoor geldt ook straks met de bruidschat nog steeds dat daar geen regels voor gelden. Uit het bal of uit het omgevingsplan. Goed. Dus je ziet, qua milieu komt het eigenlijk op hetzelfde neer. Feitelijk is het eenzelfde soort handelingen die daar worden verricht. Toch gelden er verschillende regels. En als ik dan die eerste pak, die paardenfokkerij, daar gelden dus de rijksregels uit het bal voor, maar niet alleen. Want als het gaat om dingen waarvan het milieueffect zich vooral lokaal voordoet, zoals geur en geluid, maar bij paarden zou bijvoorbeeld die geur van die mest ertoe kunnen doen. Die geur, of de geur uit de stal, die geur, daarvan heeft de wetgever nu gezegd, van ja, dat is echt zo lokaal, dan gaan we als Rijk niet meer regelen. Dat kan de gemeente veel beter doen in het omgevingsplan. Kortom, dat eerste bedrijf, die paardenfokkerij, daar zie je voor dat straks daar zowel regels van het Rijk uit het bal als regels van de gemeente in het omgevingsplan voor gaan gelden. Nou, dit is maar even een illustratie om te laten zien hoe die regels er een beetje uit gaan zien straks. En dat je dus gaat zien in elk geval dat verschillende sets regels van toepassing kunnen zijn. Tweede voorbeeldje.
luchtafvoerpijp. Er is ergens een shawarmazaak en die zit in het centrum. Daar wonen ook mensen omheen. Zo'n shawarmazaak geeft al snel geurhinder. Nou, daar zijn rijksregels voor, nu in het activiteitenbesluit. En die zegt, hè, die geeft als maatregel van, je moet zorgen dat je luchtafvoer hebt die minstens 2 meter boven de omliggende daken uitkomt. Nou, prima regel. Dat helpt goed tegen die geurhinder. Maar die shawarmazaak zit in een beschermd stads- en dorpsgezicht. En dat betekent dat er vanuit RO regels zijn, hè, dat er niet zo'n lelijke, hoge, roestvrij stalen pijp boven dat dak uit mag steken. Ja, dus je zou kunnen zeggen, dat zijn tegenstrijdige regels. Ik zelf noem dat eigenlijk nooit tegenstrijdige regels, want ik zeg van, die regels die hebben gewoon een verschillend doel. En daarmee heb je wel een lastige situatie gekregen. Hè? Want het eerste, die regels vanuit dat huidige activiteitenbesluit van die pijp moet 2 meter boven de daken uit. Die regel heeft als oogmerk de geurhinder bij omwonenden te voorkomen. Nou, op zich een prima regel dus. Die andere regel van, wij vinden dat stads- en dorpsgezicht mooi. We willen dat mooi houden. We willen niet van die lelijke pijpen daar. Nou, dat is op zich ook een heel goed doel, maar dat is dus een ander oogmerk. Dus in mijn ogen zijn het geen tegenstrijdige regels. Het zijn regels die 2 verschillende doelen willen bereiken. En dat betekent dat je in de praktijk dat nog wel eens, dat je dan moet gaan nadenken over hoe gaan we dat nou oplossen. Hè? En in dit geval is daar ook wel een oplossing voor. Want die geurhinder die kun je niet alleen, dat kun je voorkomen met zo'n hoge pijp, zo'n hoge afvoerpijp. Maar je kunt dat ook voorkomen met een geuringsinstallatie. Dus dan zou je die kunnen toepassen. Het activiteitenbesluit geeft nu de keuze tussen die 2. Hè, maar je kunt ook dus met zo'n ontgeuringsinstallatie werken. De vraag is of dat altijd goed genoeg werkt. Nou. Straks met het omgevingsplan komen deze regels bij elkaar. Dus dat omgevingsplan wordt veel integraler. En dat maakt het ook, denk ik, mogelijk dat een gemeente dus hier een heel concrete, goede afweging gaat maken. En gaat zeggen bijvoorbeeld van nou, die shawarmazaken in dat gebied, die mogen niet hun geurhinder beperken met zo'n grote afvoerpijp. Die moeten dat doen met een ontgeuringsinstallatie. Stel dat nou blijkt dat dat niet goed genoeg werkt, nou dan kan dat misschien ook wel betekenen dat je in een omgevingsplan gaat zeggen dat bedrijven met zoveel geurhinder niet op die plek kunnen, omdat dat gewoon niet past. Hè? En op die manier voldoe je aan beide doelen. En daar moet je dus steeds natuurlijk als gemeente goed over nadenken. En straks in het omgevingsplan komen dus veel meer van dit soort dingen bij elkaar in 1 instrument terecht, waardoor je de gemeente heel goed daar een integrale afweging kan gaan maken. Nou, dit waren zomaar even 2 voorbeelden. Ik ga dadelijk wat meer, even de regels nalopen en hoe het allemaal werkt. Maar misschien zijn er naar aanleiding van deze voorbeelden al een paar vragen. Nee, er komen op dit moment nog geen vragen binnen. Oké, nou, helemaal goed. Dan gaan we gewoon door. En dan komen we bij dat nieuwe begrip. De milieubelastende activiteit. Nou, de milieubelastende activiteit is een nieuw begrip in de Omgevingswet. De Omgevingswet heeft een sterke focus op algemene regels voor activiteiten. En je ziet dan ook dat er in de Omgevingswet en alle regelgeving die daarbij hoort, dat er allerlei activiteiten aangewezen worden. Hè? De bouwactiviteit, wateractiviteiten, maar ook de milieubelastende activiteit, of afgekort als de MBA. En dat is nieuw, hè? Want wat ik er straks al zei, heel veel milieuregels zijn nu opgehangen aan het begrip inrichting. En dat wordt dus de milieubelastende activiteit. En daarmee gaan er allerlei zaken veranderen. Dus laten we eerst maar eens even kijken, wat is eigenlijk een milieubelastende activiteit? Nou, de Omgevingswet zelf geeft daar gewoon een definitie voor. En die definitie heb ik hier op de dia gezet. En dat is eigenlijk een hele eenvoudige definitie. Hè? Een milieubelastende activiteit is een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken. En dan staat er nog bij, niet zijnde een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of zuiveringtechnisch werk
of wateronttrekkingsactiviteit. Als we dat even, hè, als we het even de grote lijnen aanhouden, dan is een milieubelastende activiteit elke activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken. En dat is een heel breed begrip. Want ja, je doet al snel iets wat een zekere milieubelasting veroorzaakt. Hè. Dat geldt zeker voor bedrijven. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor particulieren. Als ik hier in mijn tuin ga zitten en ik zet mijn radio aan in de tuin, een beetje hard, dan veroorzaak ik geluidhinder voor mijn buren. Is in feite dus ook een milieubelastende activiteit. Nou, voor de mensen die het inrichtingenbegrip kennen, hè, dan zie je al dat dat dus een heel breed begrip is. En dat heeft consequenties. Ik zei het al, hè, de regels nu, die gelden voor inrichtingen. Dus in het huidige milieurecht kijken we bijvoorbeeld naar het activiteitenbesluit, waar heel veel algemene regels in staan, waar bedrijven zich aan te houden hebben. Dat zijn regels voor inrichtingen. Ook de omgevingsvergunning milieu uit de WABO, hè, dat is een vergunning voor het oprichten van een inrichting. Ja, wat is nou eigenlijk een inrichting? Nou, zonder dat ik daar al te diep op in wil gaan, want de milieumensen onder ons die weten dat daar heel veel jurisprudentie over is wat het precies is. Maar het is een begrip wat we al heel lang gebruiken, wat heel erg uitgekristalliseerd is, ook wat het is. Maar in feite komt het uiteindelijk gewoon op neer ongeveer dat het een bedrijf is. Dus het zijn bedrijfsmatige activiteiten. Nou, en als je dan even terugdenkt aan wat ik net zei over hoe dat begrip milieubelastende activiteit gedefinieerd is in de wet, daar staat dus helemaal niet bij dat het bij een bedrijf moet gebeuren. Dus er zijn een aantal verschillen tussen het begrip inrichting en het begrip milieubelastende activiteit. En hier zet ik, ja, zeg maar even de basale verschillen heb ik hier op een rijtje gezet. Dus een inrichting is altijd bedrijfsmatig. Maar een milieubelastende activiteit, dat kan ook een activiteit zijn die huishoudens uitvoeren. Een inrichting is op één locatie. Maar een milieubelastende activiteit, dat kan ook een mobiele activiteit zijn die zich verplaatst. Die de ene keer op de ene plek plaatsvindt en later op een andere plek. En een inrichting is ook altijd iets wat voor langere tijd zich op één plek bevindt. Maar er zijn ook tijdelijke activiteiten. Er wordt bijvoorbeeld wel eens tijdelijk ergens grond opgeslagen. Nou, als dat maar kort is, dan is het nu geen inrichting, maar straks is dat in principe, valt dat onder het begrip milieubelastende activiteit. Ook activiteiten in de openbare ruimte, hè, die dus niet bij een bedrijf zijn, of infrastructuur, zoals doorgaand verkeer, dat zijn geen inrichtingen, maar het zijn straks wel milieubelastende activiteiten. Wat betekenen die verschillen? Nou, we gaan een overgang maken naar MBA's. En dan hebben we verschillen voor VTH, heb ik het maar even genoemd, en de volgende dia zo dadelijk over de verschillen voor algemene regels. Maar eerst deze voor VTH. De huidige inrichtingen, hè, dus denk aan, hè, maar even simpel, de huidige bedrijven waar vergunningverleners, toezichthouders, milieu zich mee bezighouden, die gaan straks vaak uit meerdere MBA's bestaan. En dat betekent dat straks de vergunningplicht die nu altijd voor de hele inrichting geldt, beperkt kan zijn tot een deel van de oude inrichting. En mogelijk zijn er ook verschillende regelingen van toepassing voor de verschillende MBA's binnen één huidige inrichting, binnen één bedrijf. Dus voorbeeld tankstation, heel eenvoudig voorbeeld in feite. Dat is een bedrijf, dat is nu gewoon één. Alles wat bij dat tankstation hoort is nu één inrichting. Alle regels voor het tankstation gelden gewoon allemaal voor dat hele tankstation en alles wat daarbij hoort. Maar straks gaan we onderscheid maken tussen het tanken bij het tankstation en bijvoorbeeld het winkeltje dat bij het tankstation hoort. En dat zijn dan straks wellicht verschillende milieubelastende activiteiten. En daar gaan ook op een verschillende manier regels voor gelden. Nou, dat betekent een hele shift in het denken voor milieuprofessionals. En algemene regels, en dan bedoel ik hier algemene regels die rechtstreeks werken voor bedrijven en burgers, hè, waarvan, die dus zeggen als jij een bepaald soort werkzaamheden verricht, hè, je exploiteert een tankstation of je exploiteert een agrarisch bedrijf of een grote fabriek, hè, daar zijn vaak algemene regels op van toepassing, die gewoon zeggen jij voert die activiteit uit, dan moet je je daar en daaraan houden.
bij die algemene regels straks, daar staat dus niet meer het woord inrichtingen, maar dan komt het woord milieubelastende activiteit langs. En dat betekent dat je moet letten op het toepassingsbereik. Want, laat ik het zo zeggen. Hè, je moet bij die algemene regels, dus let op het toepassingsbereik. En dat is van belang zowel voor toezichthouders en vergunningverleners die algemene regels toepassen, maar ook voor opstellers van een omgevingsplan die algemene regels schrijven. Want als je dus bijvoorbeeld een regel in een omgevingsplan hebt, waar staat, van deze geluidregels gelden voor milieubelastende activiteiten binnen de gemeente X, punt. Dan gelden ze voor alle milieubelastende activiteiten binnen de gemeente X. Niet alleen voor bedrijven, maar dan geldt het ook voor huishoudens. Dan geldt het ook voor iets dat tijdelijk gebeurt. De vraag is of dat je bedoeling was. Dus je moet bij die algemene regels goed gaan opletten wat staat er nou eigenlijk. Nou, en dat zie je bijvoorbeeld in de regels, de milieuregels in het BAL. Ga die maar eens bekijken. Dan staat er heel vaak bijvoorbeeld de activiteit metaalbewerking. Bijvoorbeeld, maar dan staat er op een gegeven moment een artikel bij. Deze regel is niet van toepassing voor huishoudens. Nou, en daarmee regelt het BAL dan dat die paragraaf alleen van toepassing is voor bedrijven. Maar soms staat dat er ook niet bij dat die huishoudens zijn uitgezonden. Dus er zijn ook een paar regels in het BAL die ook, hè, als het gaat om propaantanks bijvoorbeeld, die ook voor huishoudens gelden. En vervolgens hebben we ook dus algemene regels in het omgevingsplan. We beginnen 1 juli volgend jaar met die bruidschat. Dat is een tijdelijke set regels. Maar daarna gaan jullie als gemeentes, gaan gemeentes die aanpassen. Dus gemeentes gaan het aanpassen. Omgevingsdiensten gaan daarmee te maken krijgen. Dat verschillende gemeentes verschillende sets milieuregels gaan hebben. Maar dan moet je dus wel zorgen dat je dus goed nadenkt voor welke milieubelastende activiteiten wil ik dat die regel geldt. En dat je dat dus goed opschrijft. Nou, dat kun je in de bruidschat ook weer zien, dat heel precies wordt aangegeven. Nou, en iets soortgelijks geldt ook voor de instructieregels in het BKL. Sandra. Ja. Er is ondertussen een vraag binnengekomen. Nou, dat komt goed uit, want daar zijn we precies bij aangekomen. Ja, zal ik de vraag even voorlezen? Dat is goed. Komt ie aan. Klopt het dat een bedrijf zowel te maken krijgt met BAL-regels als met omgevingsplanregels? Ja, dat klopt. Dat zal heel vaak het geval zijn. Dat er zijn ook bedrijven waarvoor alleen in het omgevingsplanregels staan. Maar zodra het iets grotere bedrijven zijn, dan kan het zijn dat het, ik noem dat dan een BAL-MBA is. Dat wil zeggen een MBA waar regels van het BAL voor gelden. Maar heel vaak zullen er ook regels van het omgevingsplan gelden. En dat komt omdat, en daar komen we wellicht straks nog even op terug, dat het Rijk heeft gezegd dat dus lokale milieueffecten, dus de echte hinderaspecten als geur, geluid en trillingen bijvoorbeeld, dat zijn echt dingen die op lokale schaal het milieuprobleem veroorzaken. Daarvan heeft het Rijk gezegd, dat kan de gemeente beter regelen in het omgevingsplan. En dat gaat dus in het omgevingsplan staan. En dat betekent dus dat die grotere bedrijven waarvoor bijvoorbeeld zaken als luchtverontreiniging of iets dergelijks wel in het BAL geregeld worden, maar dat dan de geluidsregels toch in het omgevingsplan staan. Dus ja, het zal regelmatig voorkomen dat voor een bedrijf zowel de ene set regels als de andere gelden. En wat ook nog kan, ga ik heel even terug naar dat plaatje wat ik net liet zien. Wat nu één inrichting is, dat daar vaak verschillende MBA's, dat dat verschillende MBA's zijn straks, dan kan het ook goed zijn dat bijvoorbeeld MBA 1 wel onder het BAL valt, maar MBA 2 en MBA 3 niet. Dus dan gelden daar sowieso geen BAL-regels voor, maar dan gelden daar regels uit het omgevingsplan voor. Maar het is wel één bedrijf, met één management. Maar die hebben dan dus wel te maken met die verschillende regels, zowel uit BAL als omgevingsplan. Ja. Oké. Okay. En er is nog een vraag binnengekomen. En die luidt, hoe ziet een toets bedrijven en milieuzondering er concreet uit, met name naar wijziging van het omgevingsplan van rechtswegen?
Wacht even, hoe ziet een toets eruit? Ja, ik zal hem nog een keer herhalen. Hoe ziet een toets, bedrijven en milieuzondering er concreet uit? Met name na wijziging van het omgevingsplan van rechtswegen. Ik weet niet zeker of ik de vraag helemaal goed begrijp. Anders moet degene maar even erin komen die hem gesteld heeft. Ja, maar het is in elk geval zo dat, dat je dus straks als toezichthouder, als het daarover gaat, over toezicht, dat je dus moet toetsen zowel vaak aan het BAL als aan het omgevingsplan. En laat ik nog maar even erbij zeggen, wat ik nu gewoon simpelweg oversla in dit hele verhaal, is de omgevingsverordening van de provincie. Die zit daar ook nog tussen, kunnen ook nog milieudingen in staan, maar goed, het zal wel vaak gaan om het BAL en het omgevingsplan. Maar ik weet niet of ik daar de vraag mee beantwoord heb. Ja, helemaal. Ja? Nee, mijn vraag gaat eigenlijk nog wat dieper en die vraagt eigenlijk naar het bestaansrecht van bedrijven milieuzonering nog, als je gaat werken bijvoorbeeld met milieuzonering nieuw stijl, waarbij je dus gewoon de geur- en geluidszones op de kaart hebt. Ja. En milieu- en ruimtelijke ordening al geïntegreerd zijn. Ja, dat is een, dat is een vrij diepgaande vraag die een beetje buiten, eigenlijk een beetje te diep gaat voor deze sessie. Maar het is in elk geval zo dat milieuzonering kennen we natuurlijk al langer. Hè? En er is inderdaad een milieuzonering nieuwe stijl ontwikkeld die eigenlijk al een stapje is op weg naar de omgevingswet. Maar dat is zeker wat iets in waar de omgevingswet ook nieuwe mogelijkheden biedt om daar milieu en RO beter te integreren dan nu het geval is. Okay. Maar dat is verder een iets voor een verdiepende sessie. Nou, dan hebben we nog een vraag binnengekregen. Is daar ruimte voor, Sandra? Nog eentje stel ik voor. Ja, ik zal hem even voorlezen. Als u een aanvraag om omgevingsvergunning blijkt. Als uit een aanvraag om omgevingsvergunning blijkt dat de afvoerpijp van de Zwarmestraat te kort is en is er geen ontgeuringsinstallatie, dan is er dus strijd met het omgevingsplan. En dan? Ja, nou zal hier niet snel een vergunningplicht gelden, dus dan zal het zich niet op die manier voordoen. Wat voor horeca eerder aan de orde zal zijn, is dat er gewoon algemene regels gelden. Dat het bedrijf als het begint kenbaar moet maken bepaalde gegevens verstrekken. En dan zal mogelijk blijken van dat die pijp te kort is en er is geen ontgeuringsinstallatie. Ja, dan wordt gewoon niet voldaan aan de algemene regels en dan moet de toezichthouder erop af. En dan zal het bedrijf aanpassingen moeten doen om daaraan te voldoen. Oké. Mag ik dat nog toelichten? De vraag? Heel kort, want dan gaan we daarna snel verder met het omgevingsplan. Okay. Ik zie dat het ondertussen 12 uur is. Daarom. Dat wil ik even met jullie delen. Oké, in horecabedrijven zijn natuurlijk wel vaak omgevingsvergunningplichtig, zo dadelijk ook. Al is het alleen maar vanwege welstand en vanwege ruimtelijke redenen. En ik vroeg me af, als er uit de informatie dan blijkt dat die pijp te kort is, heb je dan een afwijking op een omgevingsplan, zeg maar? Dat was meer mijn vraag. Ja, als je nu gaat kijken in de Bruidschat, dan staan die regels over die afvoerpijp, die staan straks dus op 1 juli in het tijdelijk deel van het omgevingsplan. En dan heb je dus een probleem. En dit is precies die integratie vanuit welstandregels en milieuregels. En het is natuurlijk zaak om dat als gemeente goed op te pakken. En ook te gaan kijken of die regels zoals ze dan straks in dat tijdelijke omgevingsplan staan, of dat nou wel zo handig is, of dat je dat dus beter kan structureren en beter op elkaar kan afstemmen. En vervolgens moet je dat natuurlijk wel allebei in de gaten hebben. Ja, maar dan ga ik nu snel verder met milieu in het omgevingsplan, want dan komen we daar ook een beetje weer op uit, op hetzelfde thema. Milieu gaat dus in een belangrijk deel worden van het omgevingsplan. Het omgevingsplan, wat is dat eigenlijk? Ja, daar komen een aantal dingen gaan daarin samen. Daar gaat een belangrijke, op gemeentelijk niveau, een belangrijke bundeling plaatsvinden van regels. En dan gaat het om regels die te maken hebben met de fysieke leefomgeving. Nou, en dat gaat eigenlijk om drie soorten regels die bij elkaar komen. En dat zijn deze drie. Dat is op de eerste plaats ruimtelijke ordening. Dus alle bestemmingsplannen en andere ruimtelijke besluiten, die komen in het omgevingsplan. Op de tweede plaats een aantal onderwerpen die nu nog op rijksniveau geregeld zijn. Wat nu rijksregels zijn.
En dat gaat dus, nou, daar had ik het net al over, voor diverse regels op het gebied van milieu. Hè, dus bijvoorbeeld die geluid en die geur en de regels voor horeca. Dat is nu op rijksniveau geregeld. Dat komt, die milieuregels komen in het omgevingsplan terecht. En hetzelfde geldt voor een aantal bouwregels. En een derde brok regelgeving wat in het omgevingsplan komt, dat zijn delen uit de APV en andere verordeningen. Gemeentelijke regels. En dat zijn regels bijvoorbeeld over monumenten of over kappen of inritten. Steeds weer regels die gaan over die fysieke leefomgeving. Maar ook die komen straks in het omgevingsplan. Dus wat zien we? Drie dingen komen bij elkaar. Die ruimtelijke ordening, die rijksregels en die gemeentelijke regels. En wat zien we dan ook? Dat daar verschillende inhoudelijke thema's bij elkaar komen. Die ruimtelijke ordening, milieu, bouwen, monumenten, kappen, inritten en wellicht nog meer. En daarmee zien we dat het omgevingsplan echt een nieuw en echt integraal instrument wordt straks onder de omgevingswet. Dat wordt echt wat dat betreft een van de meest belangrijkste dingen, denk ik, onder de omgevingswet, waar die integraliteit tot zijn recht moet gaan komen. Maar we zien ook nog iets. We zien dat als je kijkt naar hoe die dingen nu geregeld zijn, dan die ruimtelijke ordening, dat zijn bestemmingsplannen. En wat zien we dan? Dat is een kaart met bestemmingen. He, dat is het wezen van een bestemmingsplan. Terwijl die andere twee dingen, dat zijn rijksregels en gemeentelijke regels. Dus dat zijn eigenlijk wetboekjes, dat is tekst. En dat betekent dat dat heel verschillende manieren zijn om dingen te regelen. En daar moeten we straks ook iets mee in het omgevingsplan. En ook dat maakt dat het echt een nieuw instrument wordt. En dat je ziet dat ruimtelijke ordening waarschijnlijk veel vaker ook met algemene regels voor activiteiten gedaan gaat worden. Wie daar voorbeelden van wil zien, kijk naar de staalkaarten waar de VNG mee bezig is. Waarin voorbeeldregels staan voor omgevingsplannen. Daar wordt gewerkt met algemene regels voor activiteiten. Dus voor planologisch relevante activiteiten en voor milieubelastende activiteiten en voor bouwactiviteiten. Maar niet meer met iets dat op bestemmingen lijkt. En dat betekent dat verschillende manieren van reguleren bij elkaar komen. En ook daar moeten we over en weer aan wennen. En dat maakt het omgevingsplan dus echt een nieuw instrument. Sandra, kan ik jou heel even onderbreken? Ja. Er is een vraag binnengekomen van Dick Spel. Ja? Dick, zou ik jou even het woord mogen geven, kort? Ja, dan moet ik eventjes mijn dingen aanzetten. Ja. Er wordt gezegd van, we moeten daaraan wennen, we moeten het allemaal anders doen. Maar we hebben ruim tien jaar geleden de omgeving of de WABO gekregen, waarin de omgevingsvergunning geïntroduceerd is. Waarin het kappen, waarin milieu, waarin bouwen allemaal in één vergunningsstelsel zit. Waar moeten we nu aan wennen? Nou, waar we nu aan moeten wennen, is dat er nog, want je hebt gelijk, hè, er is toen ook al een integratieslag gemaakt. Maar die gaat nu nog een stuk verder. En dat betekent dat die geur- en die geur- en geluidregels in het omgevingsplan belanden, niet meer op rijksniveau zijn. En dus de WABO, dat was een integratie van de vergunning. En dus dat is de vergunningplicht. Dus dat is alleen voor het instrument vergunning in feite gebeurd. Maar wat er nu gebeurt, is dat eigenlijk nog veel meer in elkaar geschoven wordt. En met name dus, wat ik dan noem de algemene regels, hè, dus die rechtstreeks werken voor burgers en bedrijven, dat ook die bij elkaar komen in het omgevingsplan. En eigenlijk sluit wat jij zegt ook alweer een beetje aan bij deze dia die ik nu heb. En dat is namelijk, deze thema's komen dus bij elkaar in het omgevingsplan, maar ook nog monumenten, zorg en dat soort dingen. En we moeten dus ook als RO, bouw- en milieuprofessionals en monumenten, erfgoedprofessionals, dus sterk met elkaar gaan samenwerken. En maar ik hoop dat jullie... Dat doen we toch al. Ik heb het even over de vergunningverlening. Ja. Ik kan me voorstellen dat het voor toezicht en handhaving dat het inderdaad verandert. Maar en dat daar de crux ligt, hè? Vooral de samenwerking tussen omgevingsdiensten en hoe gaan we ons daarop voorbereiden, waar ik nog vrij weinig over gehoord heb. Maar voor vergunningverleners, die werken toch al samen. En zit er dan niet een onderscheid in tussen vergunningverlening aan de ene kant en toezicht en handhaving aan de andere kant? Ja, Dick, aan de ene kant heb je gelijk.
En aan de andere kant, ik heb ook gewerkt als VTH-jurist. En ik weet bijvoorbeeld dat ik voor een milieuvergunning dan wel eens te maken had, ook met een natuurvergunning van provincie. Hè? En dat, ja, we werken samen, maar toch, laat ik het zo zeggen, daar is nog wel wat verbetering mogelijk. En wat er nu gaat gebeuren, en dat merk je eigenlijk pas, en dat is wat ik bij deze dia ook wilde vertellen. Ik zou echt iedereen van harte willen aanbevelen, als je met omgevingsplan of met de bruidschatregels aan de gang gaat, ga meteen met alle disciplines om tafel zitten. Hè? Dus betrek zowel die RO-professional als die bouwprofessional, als die milieuprofessional en dan de milieuadviseur van de gemeente, maar ook die VTH'ers die bij de omgevingsdienst zitten. Ga met elkaar aan tafel zitten en dan beloof ik je, Dick, dan ga je echt wel tegen dingen aanlopen. Ik heb zelf dus in het staalkaartenteam bij de VNG in zo'n multidisciplinair team gezeten. En dan moet je dus gaan bedenken, hoe willen we dingen in het omgevingsplan gaan regelen? Hoe gaan we dat? Wat willen we überhaupt regelen? Wat heeft allemaal met elkaar te maken? Waar zeg maar wringt het? En waar gaat het eigenlijk juist alleen maar beter samen? En hoe gaan we dat allemaal opschrijven? Nou, je moet ontzettend veel nog van elkaar leren. Ik werkte ook als VTH-jurist al samen met mensen uit bouw en RO en van natuur. Maar toch heb ik nog erg veel geleerd in het staalkaartenteam. Dus nou ja, dat is waar deze dia eigenlijk toe oproept. Zorg dat je zo snel mogelijk, voor zover je dat niet nu al doet, al die disciplines om tafel hebt. En met elkaar aan de gang gaat en gaat nadenken, hoe gaan wij voor deze gemeente een zo goed mogelijk omgevingsplan maken, wat zo mooi mogelijk in elkaar zit en waar die samenhang die de omgevingswet beoogt zo goed mogelijk in zit. Nou, en als je dan zo met elkaar om tafel zit, dan ga je dus nadenken, onder andere over hoe gaan we dan regels voor milieubelastende activiteiten in het omgevingsplan opnemen. Want je begint met die bruidschat, hè? Maar dat is natuurlijk, ja, dat heb je cadeau gekregen. Maar het idee is dat je die gaat echt aanpassen naar de lokale situaties en de lokale ambities. Ja, en dan gaan zich wel een aantal vragen voordoen. Hè? Ga je alleen, hè, blijf je alleen de MBA's uit de bruidschat regelen? Of zijn er ook andere milieukwesties waarvoor juridische regels zinvol zijn? En wat je dan ziet, hè, je mag in het omgevingsplan activiteiten regelen die effecten hebben op die fysieke leefomgeving. En dat gaat dus niet alleen over bedrijven. Hè? Terwijl die bruidschatregels voor milieu, die gaan nog steeds voor het grootste deel over bedrijven. Maar misschien hebben jullie in jullie gemeente wel bepaalde milieukwesties waarvan je zegt, nou, daar zouden we eigenlijk ook misschien eens over na moeten denken. Bijvoorbeeld het hobbymatig houden van dieren. Hè? Dat wat ik in dat eerste plaatje had staan. Iemand houdt 30 paarden. Of ik heb wel eens een geval bij de hand gehad van iemand die in de tuin, ik geloof wel 60 konijnen had. Hè? Dat zijn allemaal gevallen die zich in de praktijk gewoon voordoen. Waarbij je nu in het huidige recht, omdat die milieuregels zo gaan over bedrijven, ja, wringt dat een beetje, kun je daar vaak niet zo makkelijk mee uit de voeten. Nou, in het omgevingsplan, als je dat wil, als je dat nodig vindt, als dat helpt om de kwaliteit van je fysieke leefomgeving goed te houden, kun je veel gemakkelijker regels stellen die niet over bedrijven gaan. Omdat je gewoon zegt, het is gewoon een milieubelastende activiteit, het heeft gewoon een negatief effect, we gaan daar regels voor stellen. Een heel ander voorbeeld, maar ook in sommige gemeentes heel, heel actueel. Houtstook door particulieren. Dat is iets wat een redelijk groot probleem is eigenlijk wel. Hè? En als ik heel in het begin zei, had ik het ook over de relatie met gezondheid. Nou, houtstook, dat is tegenwoordig een van de grootste bronnen van fijnstof. Die ook heel lokaal zich voordoet. Er zijn gemeenten waar daar veel klachten over binnenkomen. En die ook zeggen van ja, als gemeente, dat is ook wel iets om serieus te nemen, want het geeft gewoon gezondheidsschade. Op dit moment, de huidige regelgeving, daarmee kun je daar eigenlijk niet goed uit de voeten. Omdat de milieuregels alleen over bedrijven gaan en andere regels ook niet goed geschikt daarvoor zijn. Als je wil, zou je daar in het omgevingsplan ook iets mee kunnen doen. Ik heb hier het is heel klein even, maar jullie kunnen de presentatie straks downloaden. Hier staat een link naar een stukje van de website van het IPLO, waar hierop in wordt gegaan, bijvoorbeeld. Dus dat is typisch een voorbeeld, die houtstoom. Als je dat als
probleem ziet waarvan je als gemeente zegt, daar willen we iets mee en daar willen we iets mee met juridische regels, dan kan dat in het huidige recht niet en in het omgevingsplan straks wel. Vragenrondje. Ja, er zijn zeker een aantal vragen binnengekomen. We kunnen denk ik niet op allemaal een antwoord geven. Dat zou heel mooi zijn, maar dat zou wel eens niet kunnen lukken. Oké, ik heb hier... ik weet niet of je hem meteen kunt beantwoorden. En anders kan je daarna op terugkomen. Maar ik ga hem in ieder geval stellen. Het is een leuke vraag. Mm-hmm. Wat moet je nu doen om de afstemming en samenwerking tussen toezicht en handhaving, gemeente en omgevingsdienst te regelen? Hoe voorkom je dat er regels verdwijnen die je gebruikt of regels houdt die je niet nodig hebt? Hoe voorkom je dat meerdere toezichthouders over de vloer komen bij een bedrijf of hobbyboer? Ja, nou dit is eigenlijk een heleboel vragen in één, hè? Want hoe voorkom je dat er regels vervallen, hè, geschrapt worden die toch nodig zijn? En hoe voorkom je dat je regels niet hebt voor een onderwerp waar ze er wel voor zouden moeten zijn? Nou, dat is in elk geval iets, daar kan ik wel wat over zeggen. De VNG is al drie jaar bijna nu heel hard bezig met staalkaart voor het omgevingsplan. Daar is heel veel kennis opgebouwd en zijn heel veel ideeën ontwikkeld. Ga naar de website, ik zal aan het eind zitten op via met een linkje daar naartoe. Naar de website van de VNG en ga die staalkaarten bekijken. En daar zit ook een online tool met ontwerpvragen voor het omgevingsplan. En dat is een hele goede manier. Die is gewoon gaandeweg ontwikkeld, die tool, omdat... Het bleek heel erg te helpen als je met zo'n integraal team om tafel zit, om via die vragen te bekijken, wat zijn nou onze doelen als het gaat om de ruimtelijke ordening in de omgeving, in onze gemeente, als het gaat om de bouwregels in de omgeving, als het gaat om milieu. En om dan op een systematische manier te komen van, oké, wat zijn dan dingen die in het omgevingsplan geregeld moeten worden en hoe kunnen we dat het beste vormgeven? Daar zijn die ontwerpvragen heel erg handig voor. En verder zeg ik, ja, dus wat ik net al zei, zorg dat je zo snel mogelijk met elkaar om tafel komt en ga vanuit daar werken. Ja, en hoe je dat moet doen, ja, daar moet je afspraken over maken, elkaar opzoeken en elkaar ook veel vragen stellen. Dat helpt om elkaars werkgebied beter te leren kennen, want dat heb je ook wel nodig om soms te snappen waarom een bepaalde regel wordt gesteld. He, misschien zit u als RO-mens in deze groep en denkt u, nou, ik weet wel wat milieuregels die wel weg kunnen. Want ja, waar gaan die nou eigenlijk over? Nou, misschien is het goed om dat eens te vragen. Want ik heb het omgekeerde ook gehad. Ik zat als milieumens in zo'n team. En vervolgens bleken er echt ongelooflijk veel regels te zijn vanuit de RO en bouwhoek, die ik helemaal niet kende. Maar waarvan ik op de eerste plaats dacht, oh, hebben we daar ook al regels voor in Nederland? En dan legden ze me uit wat het doel was van die regel. Oh ja, nee, nou snap ik ook waarom die regel er is. Dus spreek met elkaar. Ja. Is er nog ruimte voor nog een vraag? Eentje. Oké, ik maak even... de volgende. Het lijkt wel dat er als een ruimtelijke en of technische vergunning bouw wordt aangevraagd. En je maakt uit de aanvraag op dat er een strijdigheid is met het omgevingsplan. In casus de afvoerpijp van de Zarma-zaak. Je deze strijdigheid wel benoemt aan de aanvrager. Of dat je verzoekt de aanvraag aan te passen. Is er ook een titel om een planaanpassing te kunnen vragen? Ja, wat je dus ook... dit is ook zo'n voorbeeld van dat het omgevingsplan een nieuw instrument is. En wat we natuurlijk allemaal al kennen, dat als het nu niet binnen een bestemmingsplan past, dan kun je altijd een buitenplanse omgevingsvergunning aanvragen. Dat gaat straks ook voor de milieuregels gelden. Hè? Dus die milieuregels die straks in het omgevingsplan zitten, ook daarvan kun je dus in principe zeggen, ik wil daarvan afwijken. Dus ik ga daar een buitenplanse omgevingsvergunning voor aanvragen. Of ik ga... vragen om het omgevingsplan op dat punt aan te passen. En dan hebben we ook nog een instrument
Maar dan gaan we ook alweer een beetje de diepte in. Je kunt ook nog vragen om een maatwerkvoorschrift. Want voor heel veel, eigenlijk voor alle regels in de bruidschat. Dus dat zijn milieuregels en bouwregels. En enkele over monumenten. Voor vrijwel allemaal kun je ook met een maatwerkvoorschrift in een individuele situatie afwijken. Ik stel voor dat we nog even doorgaan, dat we aan het eind nog een vragenrondje proberen te doen. En dan kunnen nog misschien ook vragen over het omgevingsplan nog aan bod komen. Want ik denk dat het goed is om nog heel even, ik heb er al een aantal dingen over gezegd, maar nog heel even zo wat systematischer aan te geven. We hebben dus rijksregels voor milieu en regels van gemeente voor milieu straks. En wat ik al zei, ik sla de provincie voor het gemak even over, maar dat is natuurlijk eigenlijk heel onterecht, want ook die stelt nog regels. Dus, maar we doen even Rijk, gemeente. Zijn heel veel regels voor milieu zijn centraal van het Rijk. Die worden op rijksniveau gedaan. We hebben het activiteitenbesluit en de activiteitenregeling. Vrijwel alle bedrijven in Nederland hebben daarmee te maken. En dat zijn allemaal rijksregels en die zijn in het hele land precies hetzelfde. En zo heb je ook nog besluitlozing afvalwaterhuishoudens en lozen buiten inrichting en besluit bodemkwaliteit. Allemaal rijksregels in het hele land precies hetzelfde. Nou, maar in het ontwikkelen van die omgevingswet heeft de wetgever op dit punt hele scherpe keuzes gemaakt. Het is echt een uitgangspunt van de wet, decentraal tenzij. Dus ze hebben van alles gezegd. En weer opnieuw geëvalueerd, moeten wij dit echt als Rijk regelen? Of kan dat beter door provincie of gemeente gebeuren? En eigenlijk dus met als uitgangspunt, gemeente, jij moet dit regelen. En dat hebben ze dus gedaan. En dat leidt ertoe dat allerlei dingen dus van rijksniveau naar gemeenteniveau gaan. En dat gaat, als het om milieu gaat, op twee punten, zeg maar, in twee vormen. Het eerste is, wat ik al gezegd heb, milieuaspecten, waarvan de effecten alleen lokaal optreden. En dat geldt bijvoorbeeld voor geluid en trillingen en geur en al die regels naar het omgevingsplan. En geluid en geur zijn gewoon hele belangrijke milieuaspecten. Als je kijkt waar toezichthouders mee bezig zijn, dan zijn ze voor een heel groot deel bezig met klachten over geluid en geur. Dus die milieuaspecten, die gaan in principe helemaal naar het omgevingsplan. En de tweede set regels waar we het dan over hebben, is dat de wetgever constateerde dat er een groep bedrijven is waarvan de effecten eigenlijk sowieso alleen lokaal optreden. En dat geldt bijvoorbeeld voor horeca. Want wat zijn de milieu-issues bij een café of bij een restaurant? Dat is geluidhinder, dat is geurhinder. Dat is het lozen van vethoudend afvalwater, wat het riool eventueel kan verstoppen. Dat zijn allemaal lokale kwesties. Dus heeft het Rijk gezegd, wij gaan de horeca helemaal geen regels meer overstellen. Dus die vind je ook niet terug in het bal. De horeca vind je niet terug in het bal. Hetzelfde geldt voor detailhandel of hondenpensions of maneges. Rijk heeft gezegd, dat is voortaan aan de gemeente. Dus dat gaat allemaal naar het omgevingsplan. Nou, en als je dan dus weer kijkt van als VTH, dus of dat nou is bij een gemeente of bij een omgevingsdienst, waar vind je nou straks vergunningplichten, meldplichten en informatieplichten? Nou, en in het bal, en in het omgevingsplan, en in de omgevingsverordening van de provincie ook nog. Maar voornamelijk toch in het bal en het omgevingsplan. En die moet je gaan combineren met elkaar. En ook algemene regels. Die dus rechtstreeks werken voor, dus bijvoorbeeld van, je mag niet meer geluidhinder veroorzaken overdag dan 50 decibel op de dichtstbijzijnde woning. Dat is een regel die in het omgevingsplan staat, maar voor datzelfde bedrijf kunnen ook algemene regels gelden uit het BAL. Dus ga je als toezichthouder de controle doen, dan ga je dus regels combineren uit het BAL en het omgevingsplan. En dan is het dus wel zaak dat je goed weet wat waar staat, en dat je goed weet hoe die regels op elkaar aansluiten. Dan is dit het laatste vragenrondje. En we hebben nog 8 minuten. Ik heb nog een kleine afronding dadelijk, maar er is wel ruimte voor 2-3 vragen, denk ik.
Wil je beginnen met de vragen? Ja. Ja, oké. Okay. Gijs, die heeft het over dat er ook op dit moment veel voorkomende klachten zijn over lichtuitstraling. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Ja. Ja, lichtuitstraling, dat is ook typisch zoiets wat zich echt lokaal voordoet. Hè? Want dat is natuurlijk, dat is op een, ja, tot een beperkte afstand, doet die hinder zich voor. En dat is dus ook iets waar het omgevingsplan dan voortaan de plek voor is. Dus daar kun je in het omgevingsplan regels over stellen. Er staat in de bruidschat, ik zit even te denken of er heel concreet iets, volgens mij voor bepaalde, ik denk dat er bijvoorbeeld voor sportactiviteiten iets in de bruidschat over staat, heel concreet. Sowieso staat in de bruidschat een zorgplicht waar dit onder valt. He, dus dat zit al in het omgevingsplan, maar daar kun je dus he, als gemeente zelf straks specifiekere regels voor stellen. En lichtuitstraling kan ook nog te maken hebben met beschermen van de duisternis en dergelijke. En dat zijn dingen waar volgens mij de provincie ook nog wat over zegt. Oké. Okay. Nou, dan hebben we nog een vraag die binnen is gekomen. Kleine, hobbymatige garagebedrijven. Ja. Nu lopen de gemeentelijke toezichthouders daartegen aan. Ligt dat straks automatisch bij de basistaken van de omgevingsdienst? Dat durf ik niet zo te zeggen. Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Het is hobbymatig. Hè? Dus in het huidige recht heb je dan dus die discussie wat ik aan het begin zei van is dit nou zo groot dat we dit toch juridisch onder bedrijven moeten gaan scharen? Mm-hmm. Of net niet? Straks in het omgevingsplan zou je gewoon een regel kunnen stellen voor, dan omschrijf je het gewoon anders. Dan zeg je niet het is een bedrijf, maar dan zeg je gewoon als jij sleutelt aan meer dan zoveel auto's op één plek, ik zeg maar wat. En of dat nou hobbymatig is of bedrijfsmatig, dat maakt me dan niet uit. Maar dan moet je deze en deze maatregelen treffen. Dat kun je in het omgevingsplan regelen. En de exacte taakafbaking met de omgevingsdienst. Ik denk niet dat het dit bij het basistakenpakket hoort. Maar daar kan ik me in vergissen. Daar durf ik niet mijn hand voor in het vuur te steken. Maar hoe dan ook, maak daar goede afspraken over. Want je gaat er dus inderdaad. Hè, het is ook de BOA van de gemeente die daar tegenaan lopen voor. Oké. Okay. Kan ik nog één vraag stellen? Is er nog ruimte voor? Eentje. Laten we er eentje nog doen. Ja? De volgende vraag. Weten we al wat er exact in de bruidschat staat voor bijvoorbeeld horeca, die na 1 juli 2022 geen rijksregels meer heeft? Ja, dat weten we, want dat is eigenlijk de hele functie van de bruidschat. Hè? Het Rijk heeft gezegd, we gaan regels decentraliseren naar de gemeente, naar het omgevingsplan. Maar de gemeente heeft die regels nog niet zelf kunnen maken. Dus die hele bruidschat, dat is overgangsrecht wat ervoor bedoeld is om dat gat te vullen. Dus die bruidschat die zit 1 juli automatisch in het omgevingsplan van de gemeente. En die kun je nu onder andere via de website van het IPLO vinden. Want hij staat al, die hele lab tekst, die staat nu al klaar. In het invoeringsbesluit, maar je kunt hem makkelijker vinden via het IPLO. Als je daar gewoon zoekt op bruidschat, dan heb je hem zo gevonden. Daar staat ik wil even nu de link van VNG over de bruidschat. En daar staat ook weer heel veel informatie in andere links. Maar die tekst is er gewoon al, dus je kunt nu al, en dat gaat dat ook zeker aan voor vergunningverleners en toezichthouders, om daar dus kennis van te nemen, van wat er allemaal in die bruidschat staat, zodat je dat daar straks goed je weg in kan vinden. Dan ga ik nu gezien de tijd naar de afronding. Ik zit dit te doen vanuit Nijmegen. Want ja, we zitten natuurlijk nu niet met z'n allen ergens in Den Haag of Utrecht of waar we dan ook geweest zouden zijn. Ik zit dit vanuit Nijmegen te vertellen. Dit is de mooie Waalbrug die jullie zien. En daar wilde ik mee afsluiten. Wat ik mooi vind van die omgevingswet en wat ik zelf ook heel leuk vind om te doen, is om die brug te slaan tussen milieu en ruimtelijke ordening. Milieu en bouwen, milieu en natuur. En laten we dat met z'n allen doen. Laten we allemaal die brug slaan tussen elkaar en met elkaar samen dit gaan doen. En dan denk ik dat omgevingsplan en de milieubelastingactiviteiten daarin, en ook dat samenspel tussen bal en omgevingsplan, dat heel goed kan gaan werken, maar we moeten het wel echt samen doen.
En wat ik tot slot wil zeggen is dat de VNG die organiseert ook steeds VTH-netwerksessies over allerlei onderwerpen die ja, met VTH te maken hebben. Nou, daar valt dit ook onder. Toevallig morgen, en ik zie dat ik 12 december heb opgeschreven, maar dat is een tikfout. Dat moet zijn 17 december, dus morgen en volgende week vrijdag. Gaan we daar ook 2 keer 1,5 uur praten over Milieu- en Omgevingswet. Als je daar nog aan mee wilt doen, dan kan dat. Geef het mailadres door aan. En Marijke heeft van of haarzelf of van mij mailadres in de chat gezet, als het goed is. En dan sturen wij de uitnodiging aan je door. En dan kun je gewoon meedoen. Er komen ook volgend jaar nog weer nieuwe sessies die ook meer over de DSO-aspecten van Milieu- en Omgevingswet gaan. Dus er gebeurt van alles. En meer informatie. Je vindt heel veel informatie over wat ik gezegd heb op de website van het IPLO en op de website van Aanslag en de website van de VNG. Dus ga daar vooral gas duiden. En verder hoop ik dat we elkaar gewoon weer bij andere bijeenkomsten tegenkomen. Misschien zelfs wel weer een keer fysiek en verder kunnen praten over dit bijzondere onderwerp waar we nog wel een tijdje mee zoet zullen zijn. Oké. Ik hoop dat jullie wijzer zijn geworden en geïnspireerd, hè, want het is een inspiratiedag om hier verder mee aan de gang te gaan. En ja, de organisatie die heeft aangegeven dat we om 12:30 moeten ophouden. Want ik snap, we kunnen nog hier nog heel veel meer over zeggen en dat wil ik eigenlijk ook doen, maar ja, de tijd is gewoon